aangezien het vandaag Valentijnsdag is, leek het me leuk om jullie wat liefdesbrieven uit het archief te laten zien. Nu is het zo, als je zoekt op Valentijn of op liefdesbrief in onze inventaris, krijg je dus helemaal niks gevonden. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Hier heb ik een liefdesbrief uit de Tweede Wereldoorlog. Die is geschreven door de Rotterdamse Magda aan haar vriend Chris, die in Rusland gelegerd lag. Ik lees een stukje voor. Op 17 april 1944 schrijft zij: "Mijn lieve schat, hartelijk dank voor je dikke brief van 1 april. Met een inhoud van welgeteld 609 zoenen, ter ere van mijn verjaardag. Zeg, je hebt toch geen zoenencomplex, is het wel? 609 zoenen. Dat is werkelijk niet mis. Het is een geluk dat ze maar van papier zijn." Naast zoenen was het niet alleen liefde wat klok sloeg in de brief. Wat me anders absoluut niet bevalt, is dat zuipen van jou. Ik snap niet dat je er zo over schrijft, alsof je er nog trots op bent ook. Ik vind dat je je moet schamen. Als je werkelijk ooit in aanmerking zou willen komen om met mij te trouwen, dan zal je dat zuipen af moeten leren. Ik zou niet graag zien dat de vader van mijn kinderen een zuiplap was. Het is in elk geval heel duidelijk, onze Marga. De brief eindigt nog met: "Dus mijn lieveling, denk aan mij, vecht goed, drink niet te veel en vergeet mijn goede raadgevingen niet. Vele kussen en een innige omhelzing van je liefhebbende Marga." Nou, voor iedereen, fijne Valentijnsdag!